Oké, E-akkoord. Net zoals de E-mineur, ik heb de middelvinger voor vakje 2 van de ene dichtste snaar. Dus de middelvinger zet ik in het midden van het vakje ongeveer. En dan zet ik de ringvinger ook in vakje 2 van de D-snaar. Of niet de dikste, niet die daarna, maar dan de volgende. En dan heb ik de wijsvinger voor de G-snaar vakje 1. Dan heb ik dit akkoord, de E. Dus nogmaals, de middelvinger vakje 2 van de ene dikste snaar. De ringvinger op vakje 2 van die snaar ernaast. En dan de wijsvinger in vakje 1 van de G-snaar.